Welkom bij Mob Talk, de podcast voor de Nederlandse Automotive. De laatste aflevering voor het zomerreces hadden we Guido Pot te gast. En Guido was een van de drijvende krachten achter Mob Talk en anker van deze podcast. We hebben de relatieve zomerrust gebruikt om een nieuwe, nou ja, hoe zal ik het noemen, vaste verkering te zoeken voor de podcast. En die hebben we gevonden. Sterker nog, er heeft een fusie plaatsgevonden. Vanaf nu is automotive columnist en Eurostox DGA Rolf Westgeest onze vaste co-host. Rolf, welkom. Dankjewel. En deze eerste podcast, Rolf, met jou als nieuwe anchor, hebben we Arno de Boer, DGA van autobedrijf De Beer, te gast. Een van de reizende sterren in dealerland. Alhoewel, dat zal hij met zijn Rotterdamse bescheidenheid nooit bevestigen. En ook aan tafel Paul de Vries. Paul, Rolf, Arno, van harte welkom. En Paul, jij zal in de komende uitzendingen ook af en toe aanschuiven. Zeker. En dat heeft alles te maken met die fusie. Ja. Daarover ga ik zo meer vertellen. Heren, nogmaals welkom. Voordat we onze gast Arno introduceren en het nieuws bespreken, wil ik eerst even de door mij genoemde fusie met jullie bespreken. Want Rolf en Paul, jullie hadden een eigen podcast, de PNR-podcast. Zeker. Waarin jullie eigenlijk, net als wij in Mob Talk, gewoon de belangrijkste ontwikkelingen in mobiliteit en e-commerce centraal zetten. Jullie zenden één keer in de maand uit, wij één keer in de maand. Maar we hebben precies dezelfde luisteraars, dus we dachten, waarom voegen we het niet samen? Logischer dan dat kan niet. Nee. Iedereen blij. Zeker wij ook. Dus fijn dat we de krachten gebundeld hebben. Uiteraard. En blij ook. Ja, en we zullen, nu we de krachten gebundeld hebben, zullen we misschien zelfs wel vaker dan één keer in de maand gaan uitzenden. Pin ons nergens op vast, maar er hangen al enkele specials in de lucht. Rolf, iedere anchor geeft zijn eigen sausje aan een podcast. Welk sausje kunnen we van jou verwachten? Ja, welk sausje kunnen we van mij verwachten? Nou, ik wil eerst even beginnen met Paul te bedanken. Want die heeft mij de kans gegeven 2 jaar geleden om met de PNR podcast. En volgens mij is dit ook jouw eerste fusie? Dit is mijn eerste fusie, ja. Dus voor mij in ieder geval ook de eerste fusie. Ja, maar ik vind het ontzettend leuk om dat inderdaad samen te doen. En je hoeft mij absoluut niet te bedanken. Je hebt alles zelf gedaan. Nee, maar je hebt wel het podium gegeven en de kans. Tuurlijk, dus, maar dankjewel. Daar helpen we elkaar in. En we zijn natuurlijk allebei ook werkzaam bij Bart als columnist. Dus daarin is de lijn ook snel gelegd natuurlijk. Ja. Maar goed, sausje. Kijk, automotive. Er is natuurlijk een hoop aan de hand. Het lijkt, ik zit er nu 25 jaar in. Het lijkt alsof nu dingen sneller gaan. Alsof er meer gebeurt in een korte tijd. Mm-hmm. Automotive wordt mobiliteit. Hè? Ik ben zelfs met de trein. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Paul, dat ik met de trein ben. Ik vind er iets van, maar goed. Daar gaat het niet om. Maar dat geeft misschien ook wel het sausje Paul en het sausje Rolf aan. Ja. Dat is mobiliteit, zeg maar. En wat betekent dat voor de branche? Daar ben ik altijd wel heel nieuwsgierig naar. Dat zal blijven. Ik zal natuurlijk mijn e-commerce bril ophouden van, joh, welke rol speelt technologie bij al die veranderingen? Hè? Dat vind ik leuk. Maar Paul, jij zal in de toekomst als op regelmatige basis als sidekick aanschuiven. We hebben Arno, een van de snelst groeiende Kia dealers van West-Europa. Laten we het maar zeggen zoals het is. Ja. Met een showroom, daar verdwaal je in als je daar de weg niet weet. Ja. Welk antwoord, wat zou jij nou dadelijk van Arno echt willen horen later in deze uitzending? Nou ja, wat ik knap vind is dat Arno met zijn bedrijven laat zien dat een single point dealer gewoon 100% gefocust op een merk gewoon bijzonder succesvol kan zijn zonder namelijk ruis op de lijn te hebben met andere merken, met andere mensen die ook wat willen, maar gewoon trouw zijn aan een merk en op dat moment de executie volkomen perfect hebben. We hadden net in het voorgesprek al over, wat doen dan de verkopers qua leadopvolging, qua afleveringen. Ja, en daar is een hele duidelijke lijn in en visie in. Ook dat men het ook anders wil en kan doen. Oké, dat is niet echt een antwoord op mijn vraag, namelijk wat je dadelijk van Arno wil horen. Oh, maar inderdaad, in die zin van heb ik natuurlijk al een goed voorgesprek gehad in die zin. En heb ik mijn antwoorden, mijn vraag die ik al wilde stellen, eigenlijk al misschien gesteld. Maar ik vind het ontzettend knap wat ze doen. En ik hou mijn oren te open wat hij nog meer gaat vertellen in de komende podcast natuurlijk. Kijk Arno,
dat willen we dadelijk ook van je, dat willen we dadelijk ook van je horen. Ja, Arno. Dan gaan we nu naar een element dat we van de PNR-podcast overgenomen hebben. En dat element heet vragen aan. En jij mag er met ja en nee op antwoorden. En dit neemt Rolf zo dadelijk van mij over. Yes, Arno. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. West-Europa, hè? God, het wordt steeds groter. Het wordt steeds lekker. Komt-ie, de stellingen. We hebben er 8 voor vandaag. Ik geef mijn laatste euro liever uit aan Google dan aan een goede verkoper. Nee. Oké. Voor verkopers in een dealerbedrijf is het 5 voor 12. Die moeten zich omscholen tot ander soort werk dan dat ze de laatste 25 jaar hebben gedaan. Ja. De automotive loopt ver achter in de online retail. Ja. Oké, gaat goed. Wij als Kia-dealer profiteren van de invoering van agentuurschappen bij in vergelijking met concurrerende merken. Ja. Over 10 jaar is mijn webshop leidend en niet de showroom. Nee. Oké. Om auto's te verkopen geloof ik meer in een belevingsshowroom dan in een online webshop voor auto's. Ja. Zonder Kia, de laatste 2, na het Fiat-dealerschap bij jullie, had Auto de Beer niet meer bestaan. Nee. En fabrikanten tot slot, zoals Kia, gaan zonder dealers nooit slagen in direct online sales van hun nieuwe auto's. Ja. We zijn heel benieuwd naar de uitleg. En die volgt zo. In MobTalk, dat is een element dat we behouden hebben, vragen onze gasten altijd naar wat zij het meest opvallende nieuws van de afgelopen periode vonden. En laten we een rondje maken en met jou beginnen, Paul. Nou ja, misschien wel het gebrek aan nieuws. En waar ik me heel veel zorgen over maak is eigenlijk de status van de overheid op dit moment. Hè, de dimissionaire status van de regering op dit moment. De aankomende accijnsverhogingen op de brandstoffen. Hè, die wettelijk gekaderd zijn in verband met inflatiekortingen en dergelijke. En we zijn nu in dit land bezig om autorijden voor een modaal gezin volstrekt onbetaalbaar te maken. Dat begint dan met de aanschaf. Hè. We weten allemaal al dat we een kleinere automarkt zijn als België. Terwijl het gemiddelde inkomen niet lager is. Maar we verkopen veel minder nieuwe auto's dan in België. Omdat de nieuwe auto al eigenlijk ontzettend duur is gemaakt in Nederland. We rijden ook kleinere auto's. Nou, dat kan allemaal wel een milieuvoordeel hebben. Het zal wel. Maar aan de andere kant, we rijden ook oude auto's daardoor. Wat natuurlijk een milieunadeel heeft. Maar als de prijs van euro 35 bijvoorbeeld naar 2,50 euro gaat, of soms in sommige berekeningmodellen naar 2,75 euro gaat, ja, hoe komen we dan met z'n allen naar ons werk? En ik maak me geen zorgen over de mensen hier aan tafel, maar ik maak me wel degelijk zorgen over de mensen die met een modaal inkomen met de auto naar het werk moeten of naar school moeten of wat dan ook, die het zometeen niet meer kunnen betalen. En waar ik me zorgen over maak is dat daar eigenlijk geen nieuws over is. Maar wie ben je boos dan, Paul? Nou, boos. Ik hoor een beetje frustratie. Wie zou hier iets aan kunnen doen of moeten doen? Nou, ten eerste, want het zijn de meeste leden van hun de ANWB, uiteraard. Hè, want die hebben de meeste leden, zeg maar, onder autorijden Nederland. Maar we hebben de RAI, we hebben de BOVAG en we hebben nog veel meer. Maar er moet echt een lobby op gang en komen dat genoeg is. Genoeg in die zin. En ik zie gisteren een artikel op nos.nl waarbij er wordt gezegd, ja, misschien moeten we er toch wat aan doen aan die accijnsverhogingen. Ja, en dan zegt die minister van Financiën natuurlijk gelijk, ja, maar dat kost dan 500 miljoen. Dus de opbrengst die ze nog niet hebben, hebben ze al uitzitten te geven. Hmm. En die moet dan weer gedekt worden. En wat gaan we dan doen? Een hogere bijtelling of nog meer BPM vragen? Oftewel, het klopt niet meer. Het gaat te ver. Hmm. Oké. Okay. Ja, Paul, ik loop weliswaar pas 15 jaar mee, maar ja, het is een repeterend verhaal. Tuurlijk. En ik verwacht niet dat heel erg gaat veranderen voor ik ooit vertrek uit deze branche. Nee, maar aan de andere kant ben ik ook niet de persoon daarna om dan mijn mond te houden. Om te zeggen, ja, het zij zo en ze beslissen daar toch in Den Haag zelfstandig. Dat doen ze ook, maar goed. Nou, en het gekke is, vorig jaar was de benzine op een gegeven moment ook 2,50 volgens mij. Ja. Heel Nederland bleef rondrijden, toch? Ja. Nee, maar eens. Maar dat wil nog niet zeggen dat we aan de onderkant van de markt niet heel veel mensen verliezen. En ik denk dat Arno daar misschien zo meteen wel een antwoord op heeft. Dat er toch heel veel mensen zijn die gewoon een nieuwe auto al helemaal niet meer merk kunnen betalen. Merk je dat, Arno? Ja, op zeker. Ja? Ja. En waar merk je dat aan? Veel meer vraag naar jong gebruikt. In plaats van nieuw? In plaats van nieuw. Private lease contracten, lange verplichtingen gaan we eigenlijk niet meer aan.
Ja, het wordt gewoon wel echt onbetaalbaar voor mensen. Dat is ook gewoon iets wat we horen in de showrooms. Dat zeggen ze ook tegen de verkopers. Ja. Ja. Of ze stellen aanschaf uit. Mm. Is dat wel weer positief voor de werkplaatsen. Ja, ja. Maar autorijden wordt wel echt een duur dingetje voor de mensen. Ja. Ja. Maar heb je dat dan ook niet in de werkplaatsen dat mensen minder onderhoud gaan doen, omdat dat ook vrij kostbaar is? Dat ze dingen gaan uitstellen, omdat ja, technisch gezien de auto wellicht gewoon blijft rijden. Ja, nou, die zal heus wel blijven rijden. Alleen het zit toch nog wel tussen de oren dat ze afhankelijk zijn van die auto om inderdaad naar hun werk te komen. Ja. Dus daar willen ze op dit moment nog niet op toeleggen. Ja. En de werkplaatsen zitten bij ons in ieder geval nog 5-6 weken vol. Dus daar merken we nog geen teruggang. Ja. Arno, jouw nieuwtje. Die sluit denk ik wel redelijk aan op wat Paul net zegt. Het gaat namelijk over de financiering van auto's. Vertel. Ja, wat mij de laatste periode, de laatste maanden opvalt, is dat mensen niet meer voor een nieuw leasecontract gaan. Stukje eigen geld inleggen, een klein stukje financieren, korte looptijd. Maar we gaan eigenlijk een beetje terug naar 10 jaar geleden, dat er veel auto's gefinancierd werden. Uiteindelijk is dat voor de transactie ook wel goed. Maar het is niet meer gemeengoed dat mensen van de ene leaseauto naar de andere overstappen. Ja. Maar we hadden jaren van 0% stuntacties. Even hè, overdreven misschien. En nu is het, ik hoorde 11-12% financieringsrente. Ja. Dat is toch ook niet te betalen? Dat wil je toch ook niet als koper aan je broek hebben hangen? Nee, maar diezelfde rente wordt ook omgeslagen in een leasecontract. Hmm. De rente stijgen. En er is nog wel gewoon spaargeld bij de mensen. Dus stel, ze kopen een auto van 12.000 euro, dan is het 6 eigen geld en een klein stukje financieren. Ja, en dan is het of het dan 10% is of 5%. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee. Nee. Ja. Opvallend, want we horen inmiddels dat leasemaatschappijen al naar contracten van 100 maanden gaan en zo, zeg maar, om die auto een beetje betaalbaar te houden. Rolf, jouw nieuwtje. Ja, deze zomer kwam Mobiele in Duitsland met een rapport over waar men op zoekt, zeg maar, in budgetten. Hè? Dus brandstofauto's gemiddeld 19.500 euro, elektroauto's 24.000 euro gemiddeld. Ja. Terwijl de marktprijs, als ze dat bekijken van de auto's die online staan, bij de brandstofauto's op 28 en op elektroauto's 43.000 euro zijn. Dus dat is een enorm gat. Ver onder. Ja. En dan vraag ik me af, ja, maar goed, dat kan ik dan best aan jou vragen, Arno. Van, komen mensen in de showroom met een budget van 20, terwijl die auto bij jou 40 kost? Nee. Oriëntatie is wel heel vaak online. Hè? Dus ze zoeken op de portals naar een auto en een bepaalde prijsklasse en stemmen daar uiteindelijk hun showroombezoek op af. De spontane binnenloper die zoekt wel een benzineauto tussen de 10 en 20.000 euro en voor een elektrische tussen de 20 en 30. Alleen dat aanbod is er gewoon niet. Nee, het merendeel wat er staat ik is bijna zeggen, zelfs bij Kia niet. Kijk, ik snap dat je bij Mercedes al helemaal niks te zoeken hebt, maar zelfs bij Kia niet. Nee. En is dat niet dan dat lijkt dan bij wijze van spreken dat je de kopers die binnenkomen met de portemonnee niet kan helpen. Zo klinkt het. Uiteindelijk is die particulier voor die elektrische auto is nog zoekende. Die is nog wel in voor eventueel een plug-in hybride of een andere hybride soort. Ja. Dus het wil niet zeggen dat als ze niet kunnen slagen in dat prijsbudget, dat ze dan geen auto kopen. Nee, precies. Oké. Heel goed, mannen. We gaan door naar het interview. Ja, Arno. Tijd om ons meer te vertellen over autobedrijf De Beer. En een goede traditie in MobTalk is om aan de hand van de LinkedIn-gast zijn doopzeel te lichten. Om het maar even goed Brabants, katholiek Brabants te zeggen. Maar ook een goede traditie is dat onze anchor het interview doet. Dus Rolf, ik zou zeggen, brand los. Paul en ik zijn je sidekicks. Tafelgasten. We zijn heel benieuwd. Goed. Leuk. Klaar voor Arno? Jazeker. Leuk. Ja. Even voor jou als persoon. Naar IVA gedaan. Na 96 werkte je tussen 96 en 2009 bij Notenboom, Smart en Kroijmans. Was het voor jou van kinds af aan dat je dacht, ik heb brandstof door mijn aderen lopen, ik ga de autobranche in? Nou, het was niet helemaal zeker. Mijn ouders hadden hier in Rotterdam een makelaarskantoor. Dus op zich, het ondernemen zat wel bij ons in de familie. Mijn overgrootvader die had vroeger in Den Haag een paarden- en een koetsbedrijf.
En die is overgrootvader. Gaan we terug naar de gouden eeuw? Of ja. Waar zitten we dan? 19e eeuw. 1890 toch of zo? 1896. 1896. Ja, heeft hij de stap gemaakt naar automobielen. Nou, die zagen eruit alsof het een koets was waar de paarden van zijn weggerend. Ja, ja, ja. Ja, dat was een pionierstijd. Zij waren in de tijd importeur van Fiat uit Oostenrijk en van Puch. Die we nog kennen van toen al. Toen al, ja. Jeetje. Mooi, hè? 1896. Ja. 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 Ja, dat was gewoon een hartstikke leuke tijd. Als ik mijn opa, die zat er altijd over te vertellen hoe spannend dat altijd was. Dat ze op een kaal chassis Europa doortrokken om die auto's te gaan halen. Ja. Maar goed, mijn opa was al iets minder automan als dat mijn overgrootvader dat was. En de generatie van mijn moeders kant, daar had niemand de ambitie om het autovak in te gaan. Dus dat is eigenlijk een beetje doodgebloed. En ik had eigenlijk geen zin om het vastgoed in te gaan. Ik vond dat wat minder dynamisch als auto's. Ja, leg eens uit. Nou, wij ruilen auto's in op eigen risico. En de makelaar die verkoopt huizen. Die verkoopt huizen voor een ander. Ja. Dus toen begint heb ik de keuze gemaakt om in 94 naar de IVA te gaan. Ja. Mooi. Ja. Ja. Dat auto's verkopen op eigen risico overigens, dat komen we daar ook nog wel over te spreken. Dat is natuurlijk ook niet meer per se het geval voor een dealerbedrijf. Ja. Want in 2009 kwam je bij autobedrijf. Wat trof je aan bij autobedrijf De Beer? Ik ben daar gaan werken eigenlijk direct na het faillissement van Kroijmans. Nou, Kroijmans was natuurlijk een prachtig bedrijf, heel groot. Waar zat je toen bij Kroijmans? Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid, bij een dealervestiging? Ja. Ja, oké. Ja. Wij waren daar dealer voor Jaguar en Alfa Romeo. Mm-hmm. En het was het buurpand van De Beer. Dus, oké. Okay. Ja, dat wilde ik bij. Maar dat was een typisch familiebedrijf. Mijn compagnon René had het in 2002 van zijn vader overgenomen. Die zat daar toen, René van Os. Ja, toch? Ja, ja. Ja. En waren toen de tijd Fiat en Lancia en kort daarna ook Alfa dealer. Een heel ding waren nog houtje touwtje geregeld. We hadden geen werkplaatsplanning, dat deden we in een grote agenda. Ja. Ja. Dus wat dat gaat, is dan ook veranderd. Ja, want even René, jij kennen elkaar al. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen dan, zeg maar? En... Nou, in de tijd van Kroijmans waren wij buren van elkaar. Ja. En bij Kroijmans huurden wij het pand van De Beer. Ah. Dus wij zaten tegen elkaar aan. En we hadden veel overleg van hoe zie jij dit of hoe zie jij dat. Ja. En René vroeg jou van, joh... Eigenlijk in mijn Kroijmans tijd over zou je niet één deur verder willen gaan werken. Ik heb het hier super naar mijn zin. En we zijn eigenlijk een heel mooi iets begonnen met twee merken. Maar goed, dat werd in 2009 toch ineens heel snel concreet. Ja. Dus ja. Het was net crisis toen, als ik me niet vergis. Ja. Wat volle bak. Wat heeft dat met jouw keuze gedaan, zeg maar, die crisis? Heeft dat de keuze moeilijker gemaakt? Juist makkelijker? Of maakte het ook dingen mogelijk? Nee, op zich stond die crisis mijn keuze niet in de weg. Uiteindelijk heeft iedereen inkomen nodig. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat je leuk werk doet. Dus het is uiteindelijk je belangrijkste invulling van je dag. Dus toen heb ik tegen René gezegd van, joh, laat mij eerst eens een week snuffelstage lopen. Kijken of dit het bedrijf is wat bij mij past en of ik bij jullie pas. Nou, en dat klikte gewoon enorm. En de rest is history. Ja, want was het toen al duidelijk, en daar komen we misschien straks ook nog even op hoor. Maar wat de rolverdeling werd en wat miste René, zeg maar, wat hij in jou als compagnon verlangde? Nou, wij zaten na een paar jaar in wat zwaar weer met Fiat Auto Nederland. Ja. En zwaar weer door. Het merk bracht niet de auto's om geld te verdienen. Fiat had wat andere ideeën over de invulling van het Rotterdamse rayon. Oh. Als dat wij dat hadden. En dat strookte niet met elkaar. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit dat wij als Fiat dealer moesten gaan stoppen in het Rotterdamse. Gewoon het dealercontract werd opgezegd. Ja. Eigenlijk gewoon een brief. Ja. Bedankt voor je diensten. En dat was eind 2013 dat uiteindelijk zou stoppen. Mm-hmm. En in 2011 hebben we dan de officiële opzegging gehad. En toen dacht ik bij mezelf, daar gaan we weer. Ik heb het naar mijn zin. Ja. En we staan eigenlijk weer terug bij af. Ja. En toen zijn we gesprek aangegaan. En heb ik me in 2012 kunnen inkopen. Eigenlijk in de wetenschap van, joh, dat contract gaat stoppen. Maar goed, als je dingen samen draagt en samen deelt, dan kom je er uiteindelijk wel sterker uit. Ja, je zegt met Fiat, het was eindig.
En goed, het was sowieso, was Fiat natuurlijk in die tijd al echt aan zijn downfall bezig. In die periode, nog voordat we over Kia te spreken komen, begonnen jullie met een leasemaatschappij, met lekker leasen. Dat sprong ik een beetje in op die private lease hype die er toen net gaande was. Dat ging met vallen en opstaan, maar was dat in die tijd, hoe belangrijk was die leasemaatschappij in die tijd voor jullie? Of zeg je, we hadden het ook zonder die leasemaatschappij uiteindelijk wel gered? Nou, uiteindelijk denk je dat je als ondernemer naar de kansen moet zoeken in de markt. Op dat moment werd private lease heel actueel. En je kon de auto's ook nog tegen goede tarieven wegzetten. Later is het een volumemaker geworden. En werd het door de fabrikanten gezien om overstok eigenlijk te dumpen. Maar aan het begin van private lease kon je hele gezonde transacties doen. En wij waren gewend in onze Fiat-tijd om particulieren te bedienen. Mm-hmm. En een particulier heeft altijd een specifieke wens, een trekhaak, accessoires, wat allemaal heel persoonlijk is. En ja, wij zaten eigenlijk al in dat stramien van, joh, we bedienen particulieren, dus laten we dat gewoon volhouden. En die pionierstijd met lekker leasen, dat was hartstikke leuk en heel succesvol. We zijn eigenlijk in 2 jaar tijd toen naar 1100 contracten gegroeid. Je dan niet te hard? Achteraf wel, ja. En hoe ziet de portefeuille er nu uit? Portefeuille is nu rond de 650 contracten. Dus we hebben echt daar wel een shifting in gemaakt. We zeggen, nou, we willen gewoon gezondere debiteuren, een gezonder wagenpark. En het daar liep je dan tegenaan, qua debiteuren en qua auto's die terugkwamen, die gewoon niet heel aantrekkelijk waren meer om te verkopen? In het begin kon je, toen het keurmerk er nog niet was, kon je wat makkelijker een contract afsluiten. Mm-hmm. Ja, en dan ben je op z'n Rotterdams ordegeil. En je krijgt dollartekens in je ogen. Je wil eigenlijk elk contract afsluiten wat voorbij komt. En achteraf hebben we daar gewoon heel veel leergeld mee betaald. En is een goede leerschool geweest. Want dat is ook het eerste project. Is het het eerste grotere project wat jullie samen zijn aangegaan, dat lekker leasen? Uiteindelijk was ik toen al aandeelhouder in de Beer. Oh, ja. En dat hebben we er echt wel naast gedaan. En de Beer heeft er heel veel profijt van gehad. En uiteindelijk heeft die debiteur ook... het heeft geen verlies opgeleverd. Hè? Want uiteindelijk hebben we daar ook wel gewoon 1100 auto's aan kunnen leveren. Precies. En leergeld. Maar het is dus nog steeds een belangrijke dobber. Ja, absoluut. Anno 2023. Ja, absoluut. Oké. Okay. Hey, even. Jullie openden 2 jaar geleden mega, mega, mega showroom. Ja, Bart, die zijn net de grootste van West-Europa. Ik weet niet... ik heb ze allemaal niet gezien in West-Europa. Maar het kan, ja, ik ook niet, Rolf, ik ook niet. Vooruit, ik geef het eerlijk toe. Maar het moet een van de grotere zijn. Het kan niet anders. Ja, ja. Maar kan dat nog wel uit deze tijd? Want je zou zeggen, dat kost... ik heb op LinkedIn even terug zitten zoeken hoe jouw verbouwing in de laatste 4 jaar is. Ja. Nee, dat kan op zeker uit. Als wij ons dealerrendement vergelijken met het landsgemiddelde, dan zitten we daar gewoon ver boven. We zetten vol gas in op klantbeleving. En we vinden dat het kopen van een auto een feestje moet zijn. En wij willen niet dat een klant uitsluitend bij ons koopt, omdat wij op dat moment de laagste offerte hebben. Nee, maar dus hoe kan het dan uit? Eigenlijk nogmaals, hè, welk verschil maak je met die hele grote showroom? Want je vertelde ook wel eens, toen wij een keer een koffie deden, van jullie komen hier ook mensen uit Brabant alle kleuren bekijken. Ja, en die gaan terug naar hun lokale Kia dealer en bestellen daar de auto. Ja, dat kost jouw geld. Maar het levert iemand anders iets wat op. Nee, maar er wordt in ieder geval over gesproken. En ook al koopt die klant niet bij ons, wat we natuurlijk niet leuk vinden, maar hij gaat terug naar Brabant en koopt daar een auto, maar zegt op een verjaardag, joh, ik ben ergens geweest. Oh, ja. Als je nou voor een keer moet gaan, moet je naar Rotterdam. Wordt er in ieder geval een positieve zin over je gesproken. En je hebt de kans gehad. Ja. En wij moesten natuurlijk met de verkopers ook aan wennen dat mensen van heinde en ver kwamen en dat we in alle enthousiasme alles lieten zien en vertelden en uiteindelijk de orde misten. Ja. Maar goed, uiteindelijk heeft dat zich wel uitgekristalliseerd. Ja. Maar jij gelooft ook dat je door jullie winkel, hè, de hele grote mooie showroom, helemaal spik en span Kia, nou ja, het loopt bijna voorop op Kia zelf, zeg maar, de standards, dat je daardoor 500 per transactie meer kan vragen, beuren. Nou, of het 500 is, dat zal ik niet bevestigen. Maar het is in ieder geval wel meer. En de klant is echt wel bereid om iets meer uit te geven als het gevoel goed is. Ja, ja. Ik ben er 100% van overtuigd dat dat klopt.
Ja? 100%. Ja, dus ja. In een dorpje met een krakkemikkig Kia-bordje ga je 10 beuren. Weet en in Rotterdam in zo'n showroom 10,5. Als de klant een offerte krijgt van 12.500 euro en ben je met anders voor 12.250 euro. Hij wordt met alle EGA's ontvangen. Hij kan alles zien, alle kleuren, alle modellen en dergelijke. En de verkoper is in staat om te zeggen, doe het nou maar gewoon, we zorgen goed voor je. Ik excuseer me liever 1 keer dan 10 keer voor de service. Wij zijn dedicated Kia dealer. Doe maar gewoon de deal dat je de deal gewoon maar doet. Maar het is toch dezelfde Picanto, Paul? Ja, maar de service is anders en de dealer is anders. Dat is essentieel. Ik geloof er heilig in, zeg maar, dat op het moment dat je geen showroom neerzet, maar een experience center in dit geval, dat je dan succesvol kan zijn en dat je betere rendementen kunt krijgen. En jij hebt ervaring, Arno. Ja. Je zit me sprankelend aan te kijken. Nee, ja, het klopt helemaal wat Paul zegt. Ja, kan niet maar anders. Maar het is dezelfde Picanto nogmaals. Ja. Maar die 250, noem het even 250, dat is doordat die beleving, die showroom. Ja, kijk, het blijft voor de klant een grote uitgave. Of het nou 10, 10,250 of 10,500 is. 80, het is spannend voor die klant. Dus het is belangrijk dat die klant zich goed voelt en op zijn gemak. En dan gaat het echt niet meer om die laatste 250 euro. En voor die klant waar het wel voor geldt, kan je altijd nog over nadenken van doen we dat wel of niet. Maar de meeste klanten zijn er wel vatbaar voor. Ja. Maar goed, als prijs zo leidend zou zijn, dan zou iedereen in Dacia rijden. Dat doen we ook niet, weet je wel. Dus het is niet leidend. Nee. Het is een excuus op het verkeerde moment, weet je wel. Zowel van de koper als van de verkoper. Ja, maar jij weet ook, Paul, we hebben vroeger in de showroom gestaan. Daar liepen mensen met een bijrijdersstoel met 3 offertetjes. En dan gingen ze gewoon van Eindhoven op en neer naar Uden om elke keer 100 euro weer op te halen aan extra korting. Ja, dat zijn misschien ook bepaalde type kopers, hoor. Maar tuurlijk, en sommige prijskopers, ik had er gisteren nog eentje in de winkel, weet je wel. Nou, die krijg je niet, weet je wel. In het leven van de verkoper verlies je vaker dan dat je wint. Ja, het zij zo. Ja. Is dat de reden, Arno, dat jij liever je laatste euro aan een goede verkoper uitgeeft dan aan Google? Absoluut. Ja. Ja. Over online gesproken, als ik even een klein bruggetje mag maken. Je zei net ook als antwoord op de vraag dat de automotive achterloopt in online retail. Dat bevestigde je. Ja. Waar zien we dat aan? Presentatie van auto's. Als je natuurlijk kijkt hoe auto's op foto's gezet worden, overbelicht, onder de sneeuw, na een jaar dezelfde foto's. Nou goed, we kunnen er boeken over schrijven. Links voor beginnen. Ja. Of Paul, columns overschrijven. Ja. Nou ja. Ja, Paul, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik ben journalist. Dus ik sta niet zo vaak in een showroom en dan helemaal niet auto's te fotograferen. Maar ik hoor dit al 15 jaar. Is er gewoon geen prioriteit, geen tijd? Nou ja, maar kijk, zolang we in een periode blijven zitten in het algemeen, hè, dat heel veel auto's worden gekocht en nog steeds te weinig worden verkocht, blijf je dat ook houden. Hè, in die zin. We komen nu ook in een periode, zeg maar, dat een slechte foto op Marktplaats meer engagement krijgt dan een goede foto, omdat die opvalt. Hè, omdat het algemene niveau wel beter wordt. Hè? Ja, ik was vorige week nog bij een klant, die stond op zijn kop, de 5,35, en hij zei, ik kreeg hartstikke veel reactie, ja, dat is een heel gek. Ben je mee op zijn kop als eerste foto? Ja. Nou. Nee, maar dat is wel, maar goed, die heeft er dan waarschijnlijk nog misschien over nagedacht. Hè, maar op het moment dat je, hè, wat Arno terecht zegt, we lopen achter ten opzichte van anderen. Als je kijkt naar de gemiddelde occasion presentatie van dealers in het algemeen, beginnen de auto links voor te fotograferen. Dus de auto kijkt weg van de tekst. Als je dat vraagt aan bol.com of Coolblue hier aan de overkant, zou je dat ook doen? Zelfs zeggen ze, nee, dat zouden we niet doen. Zouden de auto wijzen naar de teksten waar alle informatie staat. Nou, en de call to action buttons, toch? Ja, weet je, en dat zijn dingen die staan in honderden boeken. Ja, we kunnen boeken erbij pakken en dan leer je van. Wat doen jullie, Arno? Hoe proberen jullie, zeg maar, dat online stuk, dat online deel wel goed op orde, dat krijgen en te houden? In ieder geval uniformiteit, dat alle auto's op dezelfde manier gefotografeerd zijn, alle omschrijvingen juist. Kijk, je schept ook een bepaalde verwachting met je advertentie. En dat moet aansluiten ook met hetgeen wat de klanten in de showroom gaan treffen. Ja. En op het moment dat aansluit, heb je geen teleurstelling. Is het anders dan wat de klant verwacht? Valt het altijd tegen. En maar Kia als merk zet heel hoog in. Jullie showroom, daar zetten jullie ook hoog mee in. Ja. Dan kun je online ook, lijkt mij, gewoon nooit achterblijven. Nee, klopt. Dan zou die klantervaring niet meer kloppen gedurende dat proces. Eén vraag daar nog over. Je zei ook dat uiteindelijk je altijd denkt dat die showroom belangrijker blijft dan dat je webshop zou worden. Nou, Rolf is dat zeker niet met je eens. Maar waarom denk je dat? Omdat ik ervan uitga dat een klant die een duurzaam gebruiksgoed koopt, dat wil zien, ervaren, voelen. Dus of dat dan een boot, een camper of een auto is. Het zijn dermate grote uitgaven dat ze dat toch graag real life willen zien. Alleen
de voororiëntatie begint wel op internet. Dus er zullen ongetwijfeld mensen online een auto bestellen, maar voor de meeste klanten is die showroom toch nog gewoon iets leuks om naartoe te gaan. Als je er een beleving van kunt en wil maken. Je moet wel een reden geven om naar die showroom te komen. Ja. Maar nog even terug naar die online presentatie. Gebeurt het ook wel eens dat het te mooi is? Dus dat die auto te mooi voor het pand staat en dat mensen dan komen die zeggen, nou, hij valt me eigenlijk in het echt wel een beetje tegen. Ja, maar dan heb je in ieder geval start van een gesprek. Ja, dat heb je liever. Ja, 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 precies. Ja. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, kijk, het ligt eraan natuurlijk wat de reden is wat tegenvalt. Het kan de kleur zijn, het kan een beschadiging zijn. Maar goed, ja. De meeste dingen kan je praten. Ja. En als het echt zo ver tegenvalt, ja, dan hebben we toch nog 130 anderen staan. Ja, loop even mee dan. Ja. Ja. Hey, we gaan toch nog even een stapje naar Fiat. Indumei stopte met Kia. Ja. Deels uit chagrijn. Voor jullie denk ik een godsgeschenk geweest. Nou, godsgeschenk is een groot woord. Alleen wij stopten op dat moment, wat ik net vertelde, eigenlijk met hetzelfde chagrijn met Fiat. Alleen dan ben je extra gemotiveerd dat als je een kans krijgt om daar gewoon iets van te gaan maken. We zijn enorm dankbaar dat wij Kia mochten gaan voeren in Rotterdam. Want even 2015 praten we over, ja, volgens mij. Hè? En hoe stond Kia toen in de wedstrijd? Kijk, want het is nu nummer 1. Zeg maar, maar hoe was het toen? Zeg maar, stond het tussen Hyundai en wat? Nou, het zat voor mij rond de 10e plek, 10e, 11e plek. Ja, maar ook qua klantbeleving, zeg maar. Zuid-Koreaans. De Kia was toen nog niet waar hij nu is. Nee, het was natuurlijk veel meer ook een prijsvechten in de markt. Ja. Maar ja, in 8 jaar is er met Kia natuurlijk heel veel veranderd. Ja. En hele andere klanten. Ja. Want had je toen toch ook al het geloof dat het hier naartoe zou gaan met het merk Kia? Nee. Eerlijk? Dat vind ik een eerlijk antwoord. Ja. Ik bedoel, dat we doen hier namelijk heel vaak net alsof alles goed beredeneerd is en heel goed over nagedacht is. Maar soms moet je ook gewoon een beetje geluk hebben. Maar aan de andere kant, als je dan dus kijkt naar de omslagpunten. Was de eerste omslagpunt met Kia en de vader Volkeren de 7 jaar garantie? Ja, dat geeft wel heel veel vertrouwen aan de klant. Dat die 7 jaar garantie, die hadden ze al. Daar zijn ze al eerder mee begonnen als dat wwij dealer werden. Ja, maar het heeft voor een Kia wel een heeft absoluut plaatsen werken. Ja, gehad. Absoluut. Ja. En aan de andere kant, ik weet nog wel 2 jaar geleden dat we Brian Benstock hier hadden. Die verbaasde zich over het logo van Kia. Dat vond hij fantastisch, dat nieuwe logo. Kun je dat ook beamen, zeg maar, dat nieuwe Kia logo ook, zeg maar, dat premium gehalte heeft mee kunnen geven? Absoluut, ja. Kia is wat dat er gaat enorm goed bezig. Wij gaan volgende week starten met de verbouwing van onze flagship store in Rotterdam. Mm-hmm. Het interieur zit er 2 jaar in. Verbouwen? Ja, verbouwen, ja. Vertel. Ja, sorry, ik ben bij de opening geweest, midden in corona. Het is niet versleten. Nee. Maar Kia heeft een waanzinnig mooi interieur op stapel staan. En je krijgt als dealer wel een aantal jaren de tijd om aan die eisen te voldoen. Maar goed, we hebben met de opening besloten om vooraan te blijven willen lopen. Dus we hebben ook gezegd, nou, laten we dan als eerste die nieuwe CI omarmen. Wat zei die bouwbegeleider van je? Wat zegt je financieel directeur? Ja, die afschrijvingen. Ja, nee, dat moet je dan in 1 keer pakken. Maar gelukkig hebben we natuurlijk met Kia wel hele mooie jaren gehad. Dus we hebben ook wel een klein beetje kunnen sparen om dit weer te kunnen doen. Maar goed. Maar knap en stoer, toch? Ja. Het moet toch. Ja. En even Kia 7 jaar. Dit had je toen echt niet durven dromen. Inderdaad, een heel eerlijk en mooi antwoord. Maar wat zijn inderdaad voor jou de 3-4 momenten geweest waarvan je zei, ja, toen kwam Kia echt boven Volkswagen? Is dat de Niro? Is dat wat is dat geweest? Nou, het is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. We hebben natuurlijk het geluk gehad afgelopen jaar dat wij wat minder leveringsproblemen hadden. En eigenlijk liepen alle modellen wel goed. Ja. En de concurrentie had misschien wat meer last van leveringen. Ja, het is natuurlijk super om nummer 1 te zijn. Ja, alles viel op bij elkaar. Ja, dat is volslagen uniek. Je zei in het begin dat ook zonder Kia jullie nog bestaan zouden hebben. Ja. Waar baseer je dat op? Omdat er gewoon heel veel ondernemerschap toch in het bedrijf zat. Of het Bosch Car Service? Was het dan inderdaad een vakgarage geworden? Of? Nou, daar zijn we overigens geweest, vakgarage. Oké. Okay. Maar goed, dat was niet zo succesvol als voor ons. Voor ons als Kia. Ja. Nee, je gaat kansen zoeken. En of dat dan met Kia is of met een ander merk. Mm-hmm. Nu hebben we niet verder gezocht omdat we onze handen vol hebben om Kia te doen.
Maar ja, als er iets anders je gaat niet stilzitten, ja. Ja. Maar je blijft afhankelijk van één merk. Hoe zie je dat? Maak je dat niet zenuwachtig? Want er hoeft maar één briefje weer te komen met een opzegging. Ja. En dan... Ja, ik ga ervan uit dat met de performance en de locaties waar we zitten, dat wij voorlopig nog wel even aan boord mogen blijven. Kijk, want Okia heeft nu 20, 30 contractpartners, ja, volgens mij. Maar die willen ook zoals Renault of Volkswagen naar misschien 5 of 10. Ik weet het niet hoor, ja, ik zit daar niet in de boord. Maar... Ik denk dat ze naar een stuk of 12, 13 contractpartners, ja, willen binnen een aantal jaren. Ik vermoed dat jullie daar overigens wel bij zitten, ja, Arno. Ik vermoed het ook, ik hoop het ook. Ik ga er ook vanuit. Maar zou dat betekenen dat je ook meer vestigingen, hè? Want de boven gaf aan van joh, je moet of gaan verbreden, hè? Vergroten, schaalgroten, of gaan verdiepen als specialist. Maar ja, met één vestiging in één merk, in één grote stad als Rotterdam, is dat misschien net te krap. Is die verbreding dan toekomst of is het meerdere merken toekomst? Het zou allebei kunnen zijn. Ontspant in Rotterdam is groot genoeg voor een tweede merk. We hebben het ook echt gebouwd met een dubbele ingang. Dus eigenlijk is alles voorbestemd op een tweede merk. Er loopt niks concreets. Maar goed, we sluiten onze ogen niet als dat zich zou aandienen. En natuurlijk zijn we nu van één merk afhankelijk. We zijn afhankelijk van de producten die door één fabrikant worden bedacht. Ja. Nou, op dit moment sluiten ze heel erg goed aan bij de markt. Maar goed, het is niet ondenkbaar dat er een moment komt dat dat niet zo is. Dus wat dat er gaat, zou het natuurlijk veel fijner zijn als je een tweede pilaar hebt. Oké, dus dat tweede merk, dat wordt wel serieus geambieerd. Er komen tientallen nieuwe toetreders, ja, aan. Sommige zijn er al, maar een heleboel moeten nog komen. Melden die zich niet al in Rotterdam? Want dat is een aantal daarvan. Want ik kan me voorstellen dat ze heel graag met jullie zaken zouden willen doen. Ze melden zich. Alleen dat moet ook wel in ons straatje passen. En wat is jullie straatje? Nou, het moet substantieel bijdragen aan een volume. Het moet niet ten koste gaan van Kia. Ja, dan wordt de spoeling alweer wat duurder. Ja, nee, ik denk even heel snel na, maar dan blijft er inderdaad weinig over. Vooralsnog weinig over. En als het niet is, is het niet. Hè? Dan is het niet dat we tekort komen. Nee. En Kia is oké om jullie pand, zeg maar, te delen met een ander. Ja. Ja. Mits je aan de daarvoor bestemde regels. Paul, jij ziet hier bij de vragen staan, door Rolf toegevoegd. Ik ga toch maar even aan je vragen, want jij hebt Ligier en Ligier Store geopend. Mm-hmm. Maar één merk, ik geloof dat jij dat juist heel comfortabel en prettig vindt. Ja, nee, maar goed, ik ben me Arno eens, weet je wel. Kijk, als je één merk dient, weet je wel, heb je maar focus op één merk qua marketing, met passie, met alles wat je erin steekt. En dan kun je er ook wat van maken. Hè? In die zin is Ligier, vind ik, wel een heel makkelijk merk. Want het heeft natuurlijk een Formule 1 geschiedenis waar je u tegen zegt. Maar al die dealers die ze hebben, hebben er nooit wat mee gedaan. Omdat ze met heel veel andere dingen bezig waren. En op het moment dat je je inbijt in een merk, ja, dan zie je dat opeens en dan zie je dat ook als kans. Als ik 4, 5, 6 merken had, dan had ik mij de aandacht er niet aan gespendeerd. Nee. Ja, Paul, voor jou was het ook een kans om... Ja, je hebt zoveel online producten ook onder je andere bedrijf hangen, om ook gewoon to practice what you preach, om het zo maar even te noemen. Jij kunt ongetwijfeld ook beoordelen hoe autobedrijf De Beer online presteert. Dat zie je ook wel eens voorbij komen. Kun je er iets over zeggen? Buiten dat uit de school klappen, zeg maar. Ze zijn natuurlijk klant bij ons met een service die we via Kia Nederland hebben lopen. Daar zijn ze een van de top 3 in qua leadopvolging, qua snelheid, qua oppakken. En daar zie je ook wel weer gewoon executiekracht. He, van offline een experience doorbouwen is hartstikke leuk. Maar het begint online. Het begint met de kans online om van daaruit naar de showroom te kunnen trekken. Ja, en daar zijn ze gewoon in de executiekracht gewoon fenomenaal goed in. En hoe krijg je die verkopers zo hongerig? Ja, wij noemen ze onderling wel struikrovers. staat ook op een visitekaartje, denk ik. Of niet, ja, struikrover. Ja. Als ze dat nee, doen. Maar alle gekheid op een stokje. Ze zijn bij ons enorm dedicated om auto's te verkopen. Dat is eigenlijk ook hun enige taak. En ze vinden het jammer als ze kunnen in Coldrip systeem zien dat er een collega in gesprek is. Ja. En dan denken ze bij zichzelf, shit, een ander was sneller. Ja. Dus ja, de volgende keer nemen ze nog sneller die telefoon op. En die verkopers, ja, het is misschien niet momenteel economisch gezien de allerbeste tijd. Maar om jou heen in Rotterdam zijn een heleboel dealerbedrijven worden agent. Ongeveer met ingang vanaf nu, letterlijk vanaf nu. Of ze zijn het net. Al die klanten komen nu naar jullie.
Kan niet anders. Zou prima zijn. Maar je zei in het begin ook dat je dat verwachtte. Dat je dat extra klandizie gaat opleveren. Ja. Merk je dat bijvoorbeeld al? Komen er al Ford klanten bij Kia? Valt dat mee? Dat valt mee. We merken niet dat, dat er nou een hele leegloop is bij collega autobedrijven. Qua klanten. Ik denk wel dat je met het agentuurschap een heel stuk handelsgeest uit het bedrijf haalt. Absoluut. Ja. Voor het merk zeker. Ja. Ja. Nou, de BOVAG schreef ook een rapport dat franchise-nemers gaan van een gemiddelde marge van rond de 3.000 naar 4.500 in 2030. En de agentuurs gaan naar, zeg maar van 3.000 nu, hè, naar 1.300. Ja. Ik vind het nog een ongelooflijk groot verschil. A, ga je voor 1.300 inderdaad hè, je broek omhoog houden en nog fluiten naar je werk. Dat je denkt, jongens, dit wordt een topjaar. Als het aantal hetzelfde zeker blijft, voor ondernemers. Geen zin. Ja, maar Rolf, hij moet zijn eigen, hij moet zijn eigen verbouwing betalen. Dat hoeft in een agentuurschap niet meer. Hè? Nee. Ja, maar is dat, hoe zie jij dat? Denk je ook dat het van 3 naar 4,5 gaat voor jullie en dus kan je om de 2 jaar blijven verbouwen? Nou ja, hierna zijn we er wel klaar mee met verbouwen. Kijk, die bruto marge zegt natuurlijk niet zo heel veel. Er zijn natuurlijk altijd een aantal partijen in de markt die van hun bruto marge er gaan heel veel weggeven, wat helemaal niet nodig is. Mm. Uiteindelijk gaat het om je netto marge. Ik zie jou lachen, Paul. Huh? Ja, nee, ga even door. En het ligt natuurlijk ook aan wat moet je uiteindelijk van die marge gaan betalen. Als jij geen voorraadverplichting hebt, geen demoverplichting, geen marketing. Yeah. En dat is hetgeen wat je netto overhoudt. Ja, als het volume groot genoeg is, zou het uit kunnen. Ja, maar je klinkt, je komt uit een ondernemersgeneratie vanaf de gouden eeuw, zeg maar. En ik hoor jou al van, ja, voor 1300 euro ga ik mijn bed niet uit. Of ja, tenminste, dat model. Ik denk dat Arno dan te veel aan een makelaarskantoor denkt. Nee. Ja, dat wilde ik niet. Dus nee. Ik ga gewoon voor eigen rekening. Nee, dat is zeker niet. Maar nogmaals, ja, Kia koerst op dit moment niet af op een agentuurschap. En wij zijn vooralsnog heel erg blij dat het op deze manier gaat. Ja, mocht het gaan werken bij de andere merken, dan kun je altijd nog... Er is weinig voordeel aan first mover zijn in deze. Ja, weten ze bij Ford inmiddels. Deze podcast heet ook Mob Talk. En dat komt ook mede omdat we natuurlijk zien dat automotive steeds meer mobiliteit wordt. Welke in die mobiliteitstransitie die nu plaatsvindt, welke rol blijft die auto daarin spelen, verwacht jij? Blijft die gewoon dominant? Of gaat dat toch uiteindelijk, gaan we naar deelvervoer, openbaar vervoer, fietsen, e-bikes, noem maar op. Wat is de rol van die auto in het toekomstige landschap? Ja, ik denk persoonlijk nog steeds wel een heel groot gedeelte. Maar wel aangevuld met deelfietsen, deelauto's. Ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel mee. Zeggen, ligt daar een rol voor jullie? Of zeg je dat is een andere om dat te voeren? We hebben er met Lekker Leasen wel eens naar gekeken. Ook voor deelsteps. Alleen, daar zijn nog niet heel veel succesverhalen. Dat echt winstgevend gaat worden. Dus, nee, die is inderdaad. Dat klopt. En het lijkt ook een soort van straks een soort van winner-takes-all markt te worden. Maar een aantal hele grote clubs dat gewoon allemaal gaan doen. Ja. Tenzij de winnaar wel geld verdient ermee. Met deelsteps of wat dan ook. Ja. En anders is het een falend verhaal. Nou ja, in Parijs zijn ze recent verbannen. Dus het klinkt allemaal leuk in PowerPoint-presentaties en dergelijke. Maar aan de andere kant, niet iedereen woont in Amsterdam. Er zit een heel groot gebied daaromheen die gewoon niks heeft met deelfietsen of deelscooters of wat dan ook. En die gewoon afhankelijk is van openbaar vervoer en of de eigen auto. Ja. Hey, en we hebben het net over de Dobbers 1 merk, Ligier, yeah. Kia, gebruikt. En dan kan ik ook aan jou vragen straks, Paul. Hoe belangrijk is gebruikt voor jou, Arno? Voor ons heel gebruikte auto's. Heel belangrijk. In mijn optiek is het ook een van de belangrijkste pijlers binnen het bedrijf. Een van de belangrijkste pijlers. Absoluut. Ja. Het bepaalt uiteindelijk de complete transactie. Dus je weet pas wat je verdient als je de inruiler hebt verkocht. Ja. Hoeveel is bij jullie nog in ruil even? Weet je dat? Ik denk een 30%. Okay. Kijk, wij worden wel enorm geholpen door auto's die op dit moment uit onze lease portefeuille vrijkomen. Die zijn natuurlijk ingezet in een tijd met een inschatting van de restwaarde. Ja, daar worden we natuurlijk nu enorm mee verwend. Ja. Dat zal nog wel. Dat zal zeker al die Niro's terugkomen. Ja, sorry. Ga door. Okay. Dat is wel handig volgens mij, hoor, Niro's. Maar dat zal zeker niet altijd zo blijven. Dus wij zoeken nog wel een goede occasion manager, man of vrouw.
Ja. Voor de toekomst. Dus, bij deze. Maar bij deze. Het is dus uit lease, uit inruil. En koop je ze nog in veilingen of van handelaren? Of, handelaren zeker? En ja. Bij particulieren. Okay. Ja. En dan alleen Kia? Actief. En dan een vreemdmerk. Ja. En vreemdmerk, ja. Ja. En bij particulieren, via welke weg doe je dat? Of via welk kanaal? Soms via Marktplaats. Er worden ook best wel een hoop auto's gewoon aangeboden van particulieren die niet meer willen, kunnen, mogen. Die komen jullie echt letterlijk aanrijden? Ja. Ja. Oké. Okay. En de verkoper mag hem dan zelf ook inkopen? Of gaat dat weer via een apart afdeling inkopen? Nou, in principe hebben ze de vrijheid om hem zelf in te kopen. Kijk, je moet die auto op dezelfde manier bekijken als een inruilauto. Mm-hmm. Dus daar verandert het niet aan. Zou wel fijn zijn als ze hem voor iets minder kunnen inkopen. Ja, dat is ook natuurlijk wel. Maar goed, het is een iets ander spelletje. Het inkopen van auto's dan het verkopen van auto's. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar andere mensen voor hebt. Ja, goede inkoper hoeft niet per se een goede verkoper te zijn. Nee. Maar dat je hebt niet apart op dit moment niet. Nee. Hey, en Paul, hoe gaat het bij jou? Gebruikt? Nou ja, gebruikt... De belangrijkste dobber? Nee hoor, de nieuwe is absoluut de belangrijkste. De dobber. Dat komt ook een beetje door de setup van de importeur. Weet je wel hoe ze de consignatieauto's bij ons neerzetten en dergelijke. Ja, maakt het voor ons wat makkelijker om heel veel nieuw te verkopen of nieuw op voorraad te hebben. En aan de andere kant, in de brommobielen of in de citycars is het gewoon vrij moeilijk aan te kopen in de markt. Gebruikt. Ja, weet je wel, voor de normale prijzen. Want even, wat heb jij nu staan? Want je bent vorig jaar begonnen, volgens mij, anderhalf jaar geleden. Wat? Ik heb 30 nieuwe staan, denk ik. 30 nieuwe. Ik heb denk ik 8 gebruikte staan. En ik heb 15 Lincoln Co. staan. Ah. Ja. Ja. En? Ja. Ze staan er nog steeds? Of heb je er al 15 verkocht? Nee. Ik probeer een doorlooptijd te hanteren van 30. Dat lukt nog niet helemaal. Maar ik ben er al een hoop kwijt hoor. Maar goed, dat is hetzelfde spelletje als wat Arno doet. Gewoon presenteren online. Liedopvolging doen zoals je altijd zegt. Zoals het zou moeten. En dan proberen te kunnen verkopen. Of dat nou aan de telefoon is of via de WhatsApp is of fysiek is. Dat maakt dan niet uit. En jij houdt Brian Benstock's gedachte altijd bij je. Dat een auto nieuw of gebruikt na 4 of 5 dagen al gaat stinken, toch? Nee, maar zo is het ook. Maar kijk naar de rente. Weet je wel, je floorplan zeg maar. Hè? Ja. 6, 7, 8% rente op je voorraad. Hij kost gewoon elke dag geld. Dus elke dag moet je hem prijzen om te kunnen verkopen. Niet om over 30 dagen te verkopen. Maar ik moet alles vandaag kunnen verkopen. Hoe zitten jullie daar in de wedstrijd, Arno? Qua gebruikt en KPI's? Nou, ik denk wij de staartijden goed onder controle hebben. Gemiddeld staan ze bij ons kleine 85 dagen. En natuurlijk heb je uitschieters naar boven, naar beneden. Maar ik denk dat dat een gezonde staartijd is. Maar het is precies wat Paul zegt. De rentekosten zijn natuurlijk sky high op dit moment. In de eerste instantie zou je misschien iets te veel vragen voor een auto dan op marktprijs. Want daar kunnen jullie voor mij wel een mooi gesprek over voeren. Jij bent het daar niet mee eens, toch? Jij wil gewoon als een indicator bijvoorbeeld zegt, je begint op 105 hè? Mm-hmm. En dan ga je eventueel naar 100 en op een gegeven moment met 90 neem je afscheid. Dat is eigenlijk wat Arno nu ook zegt, toch? Je begint op 105 van de markt. Daar probeer je hem in de eerste maand, 2 maanden te verkopen en dan zak je naar 100. Maar jouw stelling is, begin op 100, verkopen morgen en pak een nieuwe. Want in die meerdere transacties eigenlijk wel, kijk, ga je veel meer geld verdienen. Iedere ondernemer moet natuurlijk gewoon zijn eigen business doen zoals hij denkt dat hij moet doen, hè? Om daar maar mee te beginnen. Maar als ik kijk in de winkel van mevrouw met de brokanten. Hè, ik kan op de plek van die kast, kan ik 4 keer in de maand een kast verkopen. Dan kan ik €100 per keer oppakken. Of ik kan voor 1 keer gaan voor €350 voor een kast. Die transactie van die ene kast op €350 is meer. Maar 4 keer 100 is ook meer dan die 350. Maar het is ook meer werk. Zou je zeggen? Jawel, maar dan heb je de bijverkoop, weet je wel. En heb je al dat soort dingen. En in de automotive heb je de occasions, heb je de service, heb je de garantie. Heb je al dat soort facetten wat ook meer omzet levert. Ja. Ik heb gewoon meer turn nodig. Ik heb gewoon meer omloopsnelheid nodig. Wat wil je zeggen, Arno? Nou, ik snap hem heel erg. Aan de andere kant denk ik dat je als dealer iets boven de markt kan vragen op het moment dat je ook je service daar aanpast. Ze zeggen wel eens, te weinig vragen is luiheid. Ja. Maar ik denk maar goed, dat het was voor mij gisteren tegeltjesdag. Dus laten we die nou niet te veel. Kijk, het is ook niet dat we deurklink aan deurklink vol staan. Nee. Dus op het moment dat we een tekort hebben aan gebruikte auto's, vind ik dat we ook wel iets meer mogen vragen. Mm-hmm. Maar houd wel gewoon in de smiezen. Staat niet te lang, dan tijdig de prijs aanpassen. Want even René en jij compagnons, hè, nog steeds. En hoe is jullie rolverdeling?
René houdt zich eigenlijk het meeste bezig met de verbouwingen. Met de bouwbegeleider. En met de financiën en met, eigenlijk met de logistiek. Tussen de beide winkels en het schadebedrijf. En ik hou me eigenlijk het meeste bezig met de commercie. En dus ook nieuw en gebruikt. Ja. En de pricing. Ja. Ja. Okay. En je doet af en toe ook nog gewoon zelf verkopen nog steeds. Hè? Ja, ik loop gewoon actief mee in de verkoop. Ja. Dus, tot slot, we gaan afsluiten, want we zijn zo weer bijna een uur onderweg, jongens. Voor deze keer jongens. Ik hoop op dames eigenlijk in de toekomst ook. Hè? Het ligt Paul. Aan de anker, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Je zoon is aan het studeren. Je dochter doet kunstschaatsen, volgens mij. Ja, klopt. Toch? Ja. Nog steeds. Wat foto's langs. Wat wel heel bijzonder. Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Daar ligt echt haar passie. Maar echt Olympisch, als wellicht Olympisch talent? Die gaan we straks... Zoveel talent, denk ik dat niet. Dat mijn moeder gaat kijken, zeg maar. Nee, maar ze doet veel internationale wedstrijden. Ze is ooit een keer als kleintje nog Nederlands kampioen geweest. Wat gaaf. Ja, nee, dat is superleuk. Ja. Maar die zie ik ook niet het autobedrijf meer aan. Nee, want dat was geloof ik eigenlijk de vraag. Ja. Niet alleen willen je kinderen ooit in het bedrijf, maar ook kun je ze dat nog wel aandoen? In een wereld die zo snel verandert en zoveel competenties van... Nou kijk, er verandert heel veel in de wereld. Maar dat is voornamelijk moeilijk voor de mensen die, zeg maar, de oude tijd hebben gekend. He, dus daar schaar ik mezelf dan ook onder. Maar zij groeien natuurlijk met de nieuwe tijd op. Dus dat is al anders. Mijn zoon zou het wel ambiëren om later in het autobedrijf te gaan. Hij wordt volgende week 14, dus hij is nog heel jong. Ja. Maar loopt wel elke zaterdag mee. Auto's afstoffen, koffie inschenken voor de klanten. Dus hij kan alvast een klein beetje aan het gevoel wennen. En ik hoop dat hij moet vooral iets gaan doen wat hij leuk vindt. En als dat binnen ons bedrijf is, super. En als hij wat anders wil gaan doen, ook prima. Leuk man. Ja. Zo zijn Paul en ik ook begonnen, toch? Afstoffen en koffie zetten. Afstoffen, benzinetanken. 14 jaar. Was. Ja, ja, top. Ja. Hoe wordt het? Ja. Jullie zijn sinds een aantal jaar een vast gezicht in de Automotive Dealer Holding Top 60. Mijn laatste vraag. Welke positie in die lijst moet je ongeveer innemen... Wil je ook over 5 jaar en 10 jaar nog bestaansrecht hebben? En wil je je zoon überhaupt nog die kans kunnen geven? Nou, ik vind het sowieso bijzonder dat wij met 2 winkels in die top 60 staan. Ja. Het zijn er ook niet meer dan 100 volgens mij, dealers. Qua, nou ja goed, als maar je hebt Subaru, serieus is. Ja, dealers precies, nog. Ja. Ja. Maar nogmaals, de wens is nog wel om te groeien. Mm-hmm. Maar niet ten koste van alles. Ja. Iedereen zit zich nu af te vragen welke positie jullie staan. 54. 54, heel leuk. Ik maak die lijst, maar ik ken hem niet uit mijn hoofd. En ik had het ook niet opgezocht. Dank Arno. Dank Arno. Dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van de allereerste fusiepodcast. Laat ik het zo maar even noemen. Willen we ook nog even Gandor en Guido bedanken, denk ik, toch? Voor het opzetten van deze mobtalk. Ja, absoluut. Gander en Guido hebben enorm bijgedragen aan het succes van deze podcast. Dus daar zijn we ze zeer erkentelijk voor. En laten we dat vooral ook nog uitspreken. En het is nu aan ons om die lijn verder door te trekken. Gaan we doen. En dit heb ik van Gander geleerd. Voordat ik jullie bedank, altijd eerst even... Een geluidje. Oh. Heren, dit was de 12e aflevering van Mob Talk. En zoals al gezegd, de eerste fusiepodcast. En de eerste met Rolf als co-host. En zeker niet de laatste. Paul, Arno, Rolf, hartelijk bedankt. Alle luisteraars en kijkers. Want deze podcast komt, zoals dat dan hoort, ook gewoon als video online. Mm-hmm. Voor degene die graag onze gezichten erbij wil zien... ook bedankt voor het kijken en luisteren. Begin oktober zijn we er weer. Tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.